Mochten jullie hem al vergeten zijn, dit is hem. Dit is Zelensky. En die man die heeft anderhalf jaar lang het nieuws gedomineerd. Ondertussen, ja, blijkbaar is de oorlog over in de Oekraïne. En is er niet zoveel meer aan de hand, want we horen er helemaal niks meer van, toch? Ik denk dat de frustratie, zoals je hier ziet, er bijna afdruipt bij de beste man ondertussen. Ik weet niet hoe die in zijn vel zit, maar heel erg prettig kan het niet zijn dat je vanaf elke dag het nieuws domineren en ineens helemaal geen aandacht meer krijgt. Ondertussen gaat het natuurlijk dag in dag uit, de hele dag door, over Israël en welke kant we daar nu weer zouden moeten kiezen. En dat is natuurlijk allemaal vooropgezet plan. Dat zie je ook gebeuren in elk praatprogramma, mocht je nieuws kijken. Ja, wat er op dit moment wordt besproken, zitten altijd twee kampen. En het is altijd belachelijk dat de andere kant iets anders vindt. Dan ben je tegen, bla 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 bla. Toch? Het moet je opgevallen zijn. Laten wij de afspraak maken op vrijdag de 13e. Wij kiezen geen kant. Wij kiezen de kant van elkaar. En we gaan verbroederen met elkaar. Mooi nieuws voor vrijdag de 13e. En laten we daar maar eens het weekend mee ingaan. Tot de volgende keer.